Welkom allemaal. Dit is een bonus liefdesreading. Ik heb heel wat decks tevoorschijn gehaald, omdat ik dat doorkreeg. De Gilded Reverie Lenormand en de Fiende Sekle. Och, mijn Frans is nog altijd even slecht. Kipper. Dus ja, Kipperdek en Lenormand, dat zijn eigenlijk gewoon twee Lenormand decks. Dan heb ik Money Moves deck, dus dit deck. Dan heb ik hier de Golden Universal Tarot en dan heb ik hier de Tea Leaves. We gaan zien wat dat in de liefde gaat brengen. Ik voel iemand waarvan jij dacht van dat iemand goede intenties had, dat dat slecht afgelopen is of dat iemand geen goede intenties heeft, die heeft jou willen misbruiken. Iemand die is heel erg jaloers gebleken op jouw succes. Succes in de zin van, je hoeft niet echt succesvol te zijn, waardoor iemand jaloers op je is. Kan te maken hebben bijvoorbeeld dat je te maken hebt met een collega die constant over zijn of haar schouder heen kijkt. Dat je het beter doet, dat jij de kansen pakt, dat jij floreert. En dat, dat maakt de ander ontzettend nijdig. Het kan zijn ook dat ze jou in diskrediet hebben gebracht. Dus dat ze collega's of mensen in het algemeen tegen jou op hebben gezet. Iets wat je niet weet, dat is allemaal achter je rug gebeurd, omdat je hier dus te maken hebt met iemand die jou zeer afgunstig is. Gewoon omdat jij beter bent, je bent succesvoller. Ook al heb ik het gevoel dat jij er helemaal niet te koop mee loopt. Jij doet gewoon je ding en de ander is jaloers, omdat de ander constant loopt te meten als het ware. Jij bent gewoon, volgens mij ben jij spiritueel. Wat maakt jou niet uit of je nou wel of niet succesvol bent. En de ander is heel erg met het 3D bezig van ik wil succesvol worden en jij staat mij in de weg. Hoe dat dan precies ook in verbinding staat. Niemand wil mij de mond snoeren, vandaar dat mijn keelchakra nu heel dicht wordt geknepen, slijmerig. Het is iemand die bij jou slijmbalt. Iemand die in jouw straatje, die zijn of haar straatje schoonveegt. Iemand die dus heel erg strategisch bezig is. Naar jou loopt te lachen. Maar vervolgens achter je rug praatjes heeft. Jou in discrediet brengt. Het kan ook zijn dat je een platform hebt zoals ik, of dat je iets online doet. Hè? Dat kan van alles zijn natuurlijk. Het kan ook een blog zijn of wat dan ook. En de ander die volgt jou daarop, die heeft een groepje verzameld om zich heen om jou nogmaals in discrediet te brengen. Dus deze persoon heeft flink wat over jou lopen roddelen. Heeft zo zeg maar mensen om zich heen gevormd om uiteindelijk jou tegen te werken, in discrediet te brengen. Maar ik denk dat dat averechts werkt. Ik denk dat je te maken hebt met iemand die jou wil stoppen of in ieder geval jouw succes benijdt. En die haters die hij of zij tegen jou op heeft gezet, op het werk of online, want ik krijg het beide door, dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt omdat deze mensen nieuwsgierig waren. Dus op een gegeven moment online zijn gaan kijken of jij inderdaad zo'n slecht persoon was of een nietsnut was. Hij cleanst gelijk mijn energie, want het is een hele zware, negatieve, ja, vieze energie. Hier met mijn gedroogde sari. Dat is echt heel nodig. En
Het heeft averechts gewerkt. De mensen die jou zouden moeten haten, die haten jou niet. Maar die hebben dus jouw ware gezicht gezien. Dat je dus heel liefdevol bent, aan jezelf werkt, je bezighoudt met je eigen zaken. En de mensen die dus, de zogenoemde haters, en de mensen die eigenlijk, waarvan de bedoeling was dat ze zich tegen jou zouden gaan wenden, hè? Dat deze persoon dus veel meer, hoe zeg je dat, steun zou krijgen van die groep en dat ze de verhalen zouden geloven over jou, dat is averechts gaan werken. Die mensen zijn dus gaan kijken op jou, als je een kanaal hebt op jouw kanaal, of die zijn jou onder de loep gaan nemen op het werk. En die zijn eigenlijk tot een andere conclusie gekomen. Die zien van, je bent heel zelfstandig, je doet je ding, je werkt hard. Je bent helemaal niet met die ander bezig. En je negeert de ander ook. Ik heb het gevoel dat je dat niet bewust doet, maar je bent gewoon je eigen ding aan het doen. Of je bent online heel druk, of je bent op je werk heel druk. En de ander valt nu door de mand, omdat jij het tegendeel bewijst. Het zij online, het zij op je werk, valt de ander nu door de mand. Dus het, in plaats van dat iemand, zeg maar, haters creëert online, zijn dat nu volgers geworden. In plaats van een groep of al dan niet collega's die zich tegen je zouden gaan werken, want dat was de bedoeling, die zijn van jou gaan houden, die kijken nu anders tegen die hater aan, want het klopt niet wat die ander heeft gezegd. Nou, nou, wat een verhaal. We gaan het zien. Wat dat met de liefde te maken heeft, geen idee. Ja, deze persoon houdt jou, ik ga even het licht aan doen. Deze persoon houdt jou dag en nacht in de gaten. He, wat ik zeg, op het werk, he, iedere stap die jij zet, of online, die persoon houdt jou in de smiezen. En je ziet ook aan dat gezicht van, die persoon is niet blij met de resultaten die jij tot nu toe behaald hebt. Het is een schildknaap van zwaarden, dus ook iemand die vrij, ja, onzeker, kinderachtig is, manipulatief is. Hè? Een page, een schildknaap is iemand eigenlijk alleen maar van de praatjes, weinig actie. En het is iemand die dus haat en nijd heeft willen zaaien. Daar gaat deze reading over. Wat mogen wij weten over deze situatie? Weer die keelchakra. Terwijl ik helemaal geen last heb van mijn keelchakra. Maar goed, ik ben een spreker en deze persoon wil dus niet dat ik over hem, ik hoor een hem, hem of haar moet spreken. Ik zeg toch hem of haar, omdat het kan natuurlijk ook een mannelijke actieve energie zijn in een vrouwelijk lichaam. Wat mogen wij weten? Of, nou ja, hoe dat dan vorm heeft. Ja, deze persoon die wil op de voorgrond, hè, met main mail. Deze persoon is die afgunstige persoon. Ziet er misschien altijd keurig uit in het pak, op het werk of online of waar dan ook. En deze persoon wil gewoon je van het zijn. Die heeft een ego van hier tot Tokio. En die wil op nummer 1 staan. En die ziet dat jij te veel aandacht trekt of met je, met social media of met je kanaal of wat je dan ook hebt, of met op het werk, dat jij dus heel populair bent, goed succesvol bent in wat je doet, projecten enzovoort. En deze persoon is daar afgunstig van. Die heeft het gevoel dat jij deze persoon van plek nummer 1 afstoot. Terwijl dat jij die concurrentie helemaal niet aangaat. Je bent gewoon bezig met je werk te doen. Of je doet online gewoon je ding. En deze persoon voelt zich gekrenkt.
Wat ik al zei, ik voelde een mannelijke energie hier doorkomen. En we zien hier de man, dus laten we even van een man uitgaan. Dit correspondeert ook niet, hè? Iemand netjes in het pak, dat is natuurlijk het masker wat ze dragen. Dat is het vertrouwen wat ze willen wekken. Zie je, werk krijg ik door. En ze denken dat dat werkt. Zo van, als ik er nou heel erg netjes uitziet in het pak. Het kan ook best zijn dat deze persoon een goede functie heeft. Door de goede gladde praatjes hoor ik. Het is een goede verkoper. Maar dit is wat ze werkelijk omhelzen. Zij zijn die page en ze zijn absoluut geen koning. Of keizer. En dat willen ze wel. En daarom doen ze zo wedijveren met je. Oké. Ik weet nog niet wat dat met liefde te maken heeft. Ah, deze persoon heeft jou geprobeerd te verleiden. Het kan zijn dat je daar niet op in bent gegaan. Online niet, omdat je gewoon druk bent met je werk. Het kan zijn ook op de werkplek niet, omdat je zoiets hebt van dat ga ik niet doen. Is mijn collega, ik wil het zuiver, integer houden. Een collega is mijn collega en ja, dan ga ik niet inmengen met mijn privéleven, wat het dan ook is. Maar deze persoon heeft jou proberen te verleiden. En dat is ze dus niet gelukt. Ook heeft deze persoon geprobeerd mensen tegen jou te krijgen, wat ik net vertelde. Ook niet gelukt, want poverty is natuurlijk een verarming, geen succes. En of je dit nou mee hebt gekregen of niet, misschien heel lichtjes, dat je gezien hebt van nou, ik heb af en toe trollen online, of je merkt van ik voel een slechte vibe als ik met mijn collega's in overleg gaat of op de afdeling. Daar heeft deze persoon voor proberen te zorgen. Of dit nou een naaste collega is, een leidinggevende of wie dan ook. Maar deze persoon gaat nu door de mand vallen. Het is niet gelukt. En ze vallen weer terug. Kijk, dit is eigenlijk, hè, hij heeft hier bijna een soortgelijk pak aan. Zelfs dat strikkie, dat is hier, die stropdas. Dit is wat deze persoon werkelijk omhelst. En doen zich zo voor. Hè, je van het. Maar ze vallen door de mand. Door het roddelen. Door zichzelf in discrediet te brengen. Terwijl ze dit hadden willen veroorzaken voor jou. Wat mogen wij weten over ik hoor stalker. Dus het kan zijn dat deze persoon jou dag en nacht volgt. Online of dag en nacht, nou ja, niet dag en nacht, maar op je werk bijvoorbeeld. En dan vervolgens als jij, weet ik veel, op sociale media zit, dat ze daar ook nog op zitten. En dat ze dag en nacht aan je denken, omdat deze persoon, ja, die heeft geen rust. Die heeft zoiets van, hoe kan het nou, mijn plannetjes mislukken? Je valt niet voor mijn avances, je valt niet voor mijn verleiding. De mensen rondom je heb ik proberen tegen je te keren. Dat is ook niet gelukt. Hoe kan dat nou, dat het me niet lukt? Deze persoon gaat binnenkort iets kenbaar maken. Ik weet niet wat, gaan we zo zien. Wat mogen we weten over dat zijn of haar plannetjes niet gelukt zijn? Ja, vrienden, collega's, mensen die loyaal zijn met die hondjes tegen jou opzetten. Hè? Het is ook iemand die tussen haakjes in jouw vriendenkring of in jouw, onder jouw collega's zogenoemd loyaal aan je is. En dat is dus niet zo. Wat mogen wij weten over die schildknaap van zwaarden? Wat mogen wij weten over die schildknaap van zwaarden? Uh,
Veel verdriet binnen de familie. Ik hoor daarbij, gaat mijn keelchakra weer, ik hoor daarbij karma. Familiekarma. Onderaan het dek heb ik. Er komt een nieuw persoon in je leven. Ik heb ook het gevoel dat deze persoon, deze, het is allemaal dezelfde, het wil vermijden dat deze nieuwe persoon in je leven komt. Misschien dat ze daarom met jou geflirt hebben. En jou, ja, hoe moet ik het zeggen? Ze hebben eerst geprobeerd om jou tegen te werken. Dat is niet gelukt. Vervolgens dachten ze van, nou, dan moet ik, als jij je zo goed opwerkt en je bent ook inderdaad nu nummer 1 in wat je doet, op je werk, online, whatever, dan moet ik naast je staan. Dus vandaar misschien dat liefdesaanbod, of dat komt misschien nog, het geflirt. Maar ik denk dat jij of al iemand in je leven hebt, of dat binnenkort deze persoon, deze nieuwe persoon in je leven komt. En dan staat deze persoon helemaal buitenspel. Wat mag ik weten over die announcement? Die announcement, wat gaat deze persoon nog vertellen buiten wat ze al uit hun nek hebben gekletst over jou? Een wederopstanding. Kan zijn dat deze persoon met jou wil gaan samenwerken of met jou wil gaan verzoenen. Wat zegt deze kaart? Die kaart zegt mij onvoldoende. Dat is een persoon ook die heel sneaky is. Dus het kan heel moeilijk zijn of haar, maar ik zeg even zijn energie lezen. Heeft die afgeschermd? Zie je iemand die over je roddelt? Wederom die hond. Wat mag ik weten over kaart 8? Resurrection card en announcement. Ja, wat ik zei, deze persoon die heeft het een en ander willen kenbaar maken. Oh, oké. Ja, dankjewel, Spirit. Kenbaar maken, willen onthullen over jou. Dat jij dus helemaal niet zo zuiver op de graad bent. Dat jij niet te vertrouwen bent. Dat jij niet goed in je werk bent. Of wat je dan ook doet. Maar die plannen die zijn in het water gevallen. Wat ik al zei, hè, net. Hou mijn keelchakra weer. Die persoon die heeft, ja, zoals het... Sorry. Zoals het werkwoord, nee, gezegde. Zoals het gezegde luidt van wie een kuilgraaf voor zichzelf valt er zelf in. Of met onsuccesvolle plannen. Dus hun plannetjes zijn tot nu toe allemaal mislukt. Ze hebben iets aan het licht willen brengen over jou. Om dat roddelen, dat slechte gepraat achter je rug. Om dat recht te zetten, om dat te ondersteunen. En dat is niet gelukt. Oké. Wat moeten wij nog meer weten? Zijn we klaar met deze persoon? Of moeten we hier nog wat over weten? Anders ga ik naar die nieuwe persoon. Deze. Over die nieuwe persoon. Oké, prima. Ik hoor deze persoon, wil deze persoon dwarsbomen, oké. Wat mogen we over deze persoon weten? Dus als jij binnenkort een nieuw persoon in je leven krijgt, kijk, als het een collega is, dan kan je er weinig tegen doen. Maar als er een nieuw persoon in je leven is of binnenkort in je leven komt, hou dat geheim. Zodat deze persoon daar niet achter kan komen. Dan kan ook niks... tegen je gebruikt worden of deze persoon tegen je opzetten. Wat mogen wij weten over die nieuwe persoon? Die nieuwe persoon. Die nieuwe persoon. Die nieuwe persoon ziet eigenlijk door de spelletjes van deze persoon meteen heen. Die ziet gelijk van deze persoon op meerdere gezichten. Hè? Je ziet hier een geheel gezicht als je hem zo houdt.
Maar je ziet hier ook, als je vinger in je houdt, zie je hier een gezicht en hier een gezicht. Erger nog, met deze zon en die maan kan dit jouw divine masculine zijn, die, of een false flame, die jouw divine masculine wil tegenhouden. Maar deze persoon, deze nieuwe persoon, ziet meteen door de façade heen, ziet meteen door dat masker heen. Dus daar hoef je je niet ongerust over te maken met kaart 4. Deze persoon heeft dat door. Die valt niet voor de spelletjes van deze persoon. Deze persoon, deze nieuwe persoon, is iemand die jouw wensen in vervulling gaat brengen. Dat kan zijn op liefdesvlak, dat kan zijn op werkvlak. Dat dit gewoon dat je een powerkoppel bent op het werk of online. Of dat het een vriendschap wordt en daarna een geliefde. En dat jullie daarna met elkaar gaan samenwerken, wat het dan ook is. Wat mag ik weten over deze nieuwe persoon? Deze persoon zal wijze besluiten nemen voor jullie, hoor ik. Of je nou met elkaar samenwerkt of een relatie gaat krijgen. Maar die relatie voel ik veel verder in de toekomst. Het is iemand die jou gelukkig maakt. Twee handen op één buik, geloof ik dat je dat noemt. Dus succesvol samenwerking, misschien ook meteen een goede band, vriendschap. Die persoon die kiest daarvoor, onderaan het dek. En die persoon gaat binnenkort contact met je opnemen. Dus als het iemand is op het werk, dan kan het zijn een nieuwe collega of iemand die deze persoon vervangt. Deze persoon zal binnenkort een bericht naar je gaan sturen. Een bericht sturen over een samenwerking of de liefde. En dit heeft deze persoon in de weg willen zitten. Ik moet naar deze persoon teruggaan. Wat moet ik weten over die persoon die het collectief dwars ligt? Deze persoon doet zich voor als zijnde van, kijk mij het heertje zijn, met zijn pakje aan, Big Boss. En deze persoon denkt eigenlijk alleen maar aan geld, aan status, aan positie. Anders is die persoon ook niet afgunstig op jou. Maar weet dat deze status, of ze die nu wel of niet hebben, dat die heel snel gaat veranderen. Ze voelden zich al bedreigd door je, maar omdat hun intenties slecht waren, mensen tegen jou heeft willen keren, al dan niet je collega's tegen je hebt willen keren, mensen die loyaal nu aan jou zijn, kan het zijn dat deze persoon dit gaat verliezen. Dus het kan zijn dat deze persoon van zijn of haar troon wordt afgestoten. Dus dat ze hun geld gaan verliezen, dat ze hun status verliezen, dat de mensen op een gegeven moment niet meer loyaal aan deze persoon zijn. En je ziet het hier eigenlijk al, hè? Iemand in het pak met een bepaalde status en hier helemaal niks meer. Van enkeling wordt deze persoon ontslagen. Wat nog meer over deze persoon? Ja, hij heeft proberen met jou aan te pappen. Maar daar ben jij niet voor gegaan, wat ik al zei. Je wilde de connectie puur houden of je zag deze persoon niet zitten. Je bent niet voor die verleiding gegaan. Dus dat was niet succesvol. En wat nog meer? Deze persoon heeft heel snel dingen geprobeerd. Eerst achter je rug mensen tegen je op te zetten door hun jaloezie, door hun afgunst. En omdat ze jou als concurrent zagen. Toen wilden ze je verleiden. Iedere keer weer snelle veranderingen. Deze persoon heeft ook, ik hoor shapeshifter, zet helaas zijn
krachten in voor eigen gewin. En heeft dus heel snel iedere keer geswitcht. Dan mensen tegen je proberen te werken. Dan jou te verleiden. Ik weet niet wat het volgende is waar deze persoon mee komt. Maar ik denk dat het heel snel afgelopen zal zijn. Onderaan het dek hebben wij exhausted. Dus deze persoon heeft jou proberen uit te putten. Zodat je misschien ontslagen zou worden. Want er staat hier feeling financially drained. Uit te putten, zodat je niet meer naar je werk kon komen. Of dat je randen onder je ogen had. Of dat je fouten zou maken omdat je vermoeid was. Als het online is, dan heeft deze persoon lopen trollen. Boze oog naar je toe gestuurd om jou te verzwakken. Maar ik denk dat dit nu de energie is waar deze persoon in gaat verkeren. Dus die veranderingen hier, die snelle veranderingen, die ze allemaal hebben uitgeprobeerd richting jou. Dat komt nu in tienvoud naar hen terug. Nou ja, ik noem het altijd karma, maar goed. Wat mag jij weten over die nieuwe persoon? Want ik ga deze even loslaten. Je hebt al genoeg aandacht gekregen. Die nieuwe persoon is wel oprecht, ziet meteen dat masker van die ander. Deze persoon speelt geen spelletjes. Deze persoon is serieus. Oké. Wat mogen wij nog meer weten over die nieuwe persoon? Die al dan niet op je werk met jou gaat samenwerken. Een vergoede vriendschap met je aangaat en of... misschien wel een geliefde wordt, want ik kreeg door dat het zo'n liefdesreading moest zijn. Maar het kan ook zijn dat die verleiding hieruit moest komen. Dit is iemand die ook spiritueel ontwaakt is. Die jou gaat helpen. Dus als deze persoon het een en ander heeft gedaan met betrekking tot het boze oog, etc. Dan is dit een hele goede persoon die jou gaat ondersteunen. Ook al kan jij zelf ook jouw boontjes goed doppen. Deze persoon is hulp van het universum, hoor ik. Wat mogen wij weten over dat bericht wat binnenkort gaat komen van deze persoon? Het bericht. Het kan zijn dat je te maken hebt met een wijs persoon, dat deze persoon je gaat informeren, wijzer gaat maken, op werkgebied jou gaat aanvullen. Heel veel wijsheid, dus je kan nog heel veel leren van deze nieuwe persoon. En daardoor ga jij eigenlijk alleen maar verder groeien, succesvoller zijn, al dan niet op je werk. Onderaan het dek hebben we ook sweet succes. Dus je gaat richting succes. Jij gaat winnen. Terwijl die ander jou, met jou die concurrentie aan is gegaan. Gaat dit dus averechts werken voor die ander. Virta. Vruchtbaarheid. Dus een goede vruchtbare samenwerking op het werk. In een relationele sfeer voor sommigen. Deze wilde eronder uitkomen. Ja, je gaat binnenkort een bericht krijgen, maar dat zagen we hier ook al hè, met de messenger. Een bericht krijgen van deze persoon. Wat mogen wij weten over deze? Ik hoor, die gaat het veld ruimen. Oké. Nou, dat is eigenlijk fijn dat iemand hier in ieder geval niet meer dwars ligt. Laten we het zo zeggen. Wat mogen wij weten over... die afgunstige persoon. Afgunstige persoon. Voor het collectief. Dus het kan een collega zijn. Een leidinggevende. Een baas. Een goede vriend. Waarvan jij denkt dat het een goede vriend is. Ik voel geen geliefde. Maar iemand gaat wel of heeft al geprobeerd avances te maken. Te flirten. Het kan een weegschaal zijn of iemand die dus nu karma gaat krijgen. Hè? Dus de gerechtigheidskaart. Iemand die
wat ik zeg, het veld moet ruimen. Iemand moet elders zijn of haar heil gaan vinden. Laat jou dus op een gegeven moment met rust. Omdat jij meer en meer in je kracht komt te staan, al dan niet ondersteund door deze persoon. Het kan ook zijn dat dit een nieuwe leidinggevende is die voor jou opkomt en dat je dus vrij baan krijgt op je werk. He, jij gaat in je kracht komen te staan. En deze persoon wil jou niet loslaten. Die wil jou nog altijd tegenwerken. Maar die nieuwe start met deze persoon die hier ligt, komt er hoe dan ook. Dat staat in je zielsplan. Een nieuwe start vol blijdschap, geluk. Een start die deze persoon heeft willen tegenhouden. En die heeft jou willen verwarren. Die heeft moeilijk gedaan op het werk. Kan een vuurteken zijn of iemand die heel vurig was om jou te dwarsbomen. Kijk maar ook hier naar die zuurpruime gezicht van deze persoon. Maar het universum die helpt jou hierbij. Die gaat de boel rechtzetten. Als het gaat om financiën, als het gaat om je werk, om een vast contract, om stabiliteit, loyaliteit binnen de familie. Wat het dan ook geweest is, of online business die op financieel vlak tekort is gekomen door het trollen, door het tegenwerken van deze persoon, al dan niet middels het boze oog. Jij gaat die 10 van munten krijgen. Oftewel, die succes is jou gegeven. Je gaat je vrij kunnen bewegen. Deze persoon dacht jou als dwaas te kunnen bestempelen. Maar de ander is nu de dwaas. Je gaat dus een hele nieuwe start krijgen, vol vervulling. Niet alleen op financieel vlak, maar waarschijnlijk ook hier iemand met wie je samen gaat werken. Een nieuwe kans. Wat ik zeg, kan ook een nieuwe leidinggevende zijn. Dat jij een bepaalde functie in het bedrijf krijgt waar jij dus op je best bent. Iets waarvan deze persoon tot wel 7 pogingen heeft gedaan om dat te dwarsbomen. Maar alles wat deze persoon heeft gedaan om dat te dwarsbomen, dat krijgen ze terug. Jij staat nu, dat wiel gaat draaien, jij staat dus bovenaan. Succesvol, kansen, mogelijkheden, misschien wel de liefde van je leven die binnenkomt. Zo kaart 10 en de ander die komt onderaan en die komt dus alles wat ze jou hebben toegewenst, dat krijgen zij nu op hun bordje. Deze persoon voelt zich afgewezen. Deze persoon kreeg een kans om met jou samen te werken als dit een collega is. Deze persoon kreeg misschien alle gelegenheid als dit een vriend is, een frenemy. Om met jou samen te werken, om eventueel zelfs met jou misschien een relatie te krijgen. Deze persoon heeft dat aanbod van het universum afgewezen. En ze zullen daar nog wel spijt van krijgen, want ze hebben hun ego, wat ik net zei, die afgunst, dat was voor hun belangrijker. Dat hebben ze de boventoon laten voeren. Je ziet hier ook 2 mensen die weglopen. Die zwaarden van die 2 mensen liggen hier ook. Zo van, wij praten niet meer met jou. Wij communiceren niet meer met jou. Mensen, vriendenkringen, steun, familie. Alles wat deze persoon had opgebouwd. Mensen trekken zich daarvan terug. Die zien de ware aard van deze persoon. Ja, wat ik zei, het is of iemand die met jou samen heeft willen werken, maar in het geniep iedere keer over hun schouder heen keken en jaloers waren op jouw successen. Of het is iemand online, want dit is ook de online kaart.
dat iemand afgunstig is op jouw succes, op jouw vooruitgang. Hè? Dus je gaat daar duidelijkheid over krijgen, je gaat die veranderingen zien, al dan niet op je werk of online, ik weet niet, meerdere zaken zijn mogelijk, zo'n algemene reading natuurlijk. Maar alles wat tegen is gehouden door deze persoon, komt nu heel snel naar je toe. Dus je gaat de glansrijke toekomst tegemoet. En die ander die zal op een gegeven moment afdruipen. Wat ik zei, of wordt ontslagen of heeft zoiets van, ik moet de kuilenlatten nemen, ik moet weg hier. Want niemand wil mij meer, niemand, ik ben niet betrouwbaar gebleken. Mensen gaan massaal naar jou toe, willen graag met jou samenwerken op het werk of online. Hè? En deze persoon heeft niks meer te zeggen, te betekenen. Ja, jij bent gefocust op je werk. En nogmaals, jij bent nooit de strijd met deze persoon aangegaan. Hè? Jij wilde met alles en iedereen, je wilde zelfs met deze persoon samenwerken. En dat is gedwarsboomd. En nu krijg jij dus de mogelijkheid, een nieuw begin hier met die aas van kelken, om jezelf te kunnen laten zien, maar dan in je volle potentieel. Dus niet meer dat je tegen wordt gewerkt door deze persoon die jou als concurrent zag. En je zult gaan gloreren. Je gaat van de 8 van munten naar de 9 van munten. Die, als het online is, financiële vrijheid, succes, als het op het werk is, een vrij zelfstandige functie die je op een gegeven moment gaat krijgen, of dat je heel erg zelfstandig kunt werken, omdat je jezelf hebt bewezen, maar ook een leidinggevende functie. En de ander heeft het nakijken, de ander die heeft, ja, die kan daar 's nachts slecht over slapen. Die ligt daar wakker van. Omdat hun plannetjes niet gelukt zijn. Dit is wat ik heb voor je. Ik weet niet waarom, maar dat moest eruit komen. Dus ik denk toch wel dat dit collectief aan de gang is. Ik kreeg een mannelijke persoon door. Maar het kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Kijk, als een vrouw actief er zaak van maakt om jou het leven zuur te maken, in wat voor hoedanigheid dan ook, dan zit je ook in die mannelijke energie van dingen doen, achtervolgen, over je schouder heen kijken, roddelen, hè? Niet dat mannen dat niet doen, maar het zou net zo goed ook een vrouw kunnen zijn. Moet ik nog iets leggen of is dit het? Dit is het. Oké. Dankjewel. Veel liefde en licht. Namaste.